Zeg, Paul. Hey, wat een grappige bril heb je trouwens, zat ik me net even. Ik dacht, wat heeft hij op zijn neus staan? Maar je hebt een hele aparte... Ik voelde u even aan mijn gezicht. Zet hem even op nog. Maar nu heb ik hem op, ja. Ja, het ziet een stuk intelligent. Ik heb hem al trouwens... Nou, dat wou ik niet zeggen. Oh. Dat is een beetje dat je denkt, hij is weer terug. Dat is het, inderdaad, ja. Bumpers, ik kom weer terug, hoor. Ja. Maar goed. Doe normaal, Bob. Zal ik hem afdoen? Ja, doe maar. Ja, zo, doe dan ben je weer jezelf. Goed. Hoe is het? Ja, heel goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, wat, met wat allemaal? Nou, op dit moment zitten wij enorm in de kinderfeestjes. Want mijn zoon was gisteren jarig. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. En mijn andere zoon is maandag jarig. En morgen hebben we nog een reunie van de familie. En dan zondag hebben we een kinderfeestje. Wat om 7:30 ochtends al begint. Want dat vond mijn jongste zo'n leuk idee om 7:30 te gaan ontbijten. Wat ga, je, kijken. Wat ga je doen op een kinderfeestje? Wat doe je eigenlijk voor eerst, kind? Het ouders gaan eerst snuiven. En dan gaan we die kinderen Dat begrijp ik al. Zou ik dit niet vol zo'n dag? Nee. En dan gaan, wij zwemmen. En we gaan dan een ontbijt maken. Dat zijn pannenkoeken. Gaan we pannenkoeken bakken. En dan gaan we daarna een film kijken, Kung Fu Panda 2. Oh, is heel goed. En dan taart 1 om 12 uur. Jij bent toch de Kung Fu Panda? De Nederlandse versie. Jij bent de Kung Fu Panda. Ik ben de Kung Fu Panda. Jij bent de Japanse versie. Vinden we kinderen ook leuk. Dat is jammer natuurlijk, ja. Nee, wij doen de Nederlandse. Ben jij Kung Fu? Ik ben de Panda. Panda. Ja. Oh, wat leuk. Leuk. Doe eens even het stemmetje. Nou, dat doe ik al de hele ochtend. Dat is het stemmetje. Maar dan begrijp ik je pak ook heel goed. Het zwart-wit geblokte ding wat je aan hebt. Maar dat dus? En, maar het gaat voor de rest heel goed. En we zijn met voorbereidingen bezig voor het concert van het Metropoolorkest. En het tv-programma, hè, Paul. Ja. Dat schrijf je met P-A-U-L. Want het is een show die een beetje pijn doet. Het is een show die een beetje pijn doet? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is gewoon een hele leuke amusementshow van 70, 75 minuten. En ik wilde jou vragen, Edwin, we hebben een idee. Ja. En mag ik dat hier lanceren? Ja, dat mag. Edwin daar een rol in of niet? Daarvoor zit je hier, toch? Nou nee, ik vind dat Kung Fu Panda leuk, maar niet geschikt voor mij. Nee, sowieso niet. Ik voor oudere kijkers. Sowieso. We hebben namelijk een idee. Afgelopen 2 jaar, je weet, ik ben tv-producent. Althans, ja. Dat speel ik, maar andere mensen die klaren de klus. Ja. Maar in ieder geval, de afgelopen jaren hadden we wel eens ideeën, tv-ideeën, die bracht je dan om aan de man. En dan zeiden ze altijd aan het einde van een gesprek of iets dergelijks, zeiden ze, ja leuk, maar dat moet je zelf doen, dat moet Paul doen. Dat moet niet iemand anders doen, dat moet Paul doen. Ja. En dan hadden wij de afgelopen maanden, kreeg ik ook ongelooflijk veel mails van goed bedoelde adviezen van mensen. Die zeiden, nee, je moet dat gaan doen. Nee, je moet een kookprogramma gaan doen. Nee, je moet iets met boeken doen. Je moet nooit meer op tv komen, dat moet je doen. Hij is wel aangekomen, Paul. Ja, die kwam keihard aan. Dat soort leuke tips. Ja. Toen dachten we, is het niet leuk om een rubriek te maken in Paul? Dus wat vanaf 22 oktober op zaterdagavond wordt uitgezonden. Ja. En dat heet, dat moet Paul doen. En dan mag iedereen die maar een idee heeft, een tv-formatje, een klein dingetje waarvan ze denken, nou, dat moet Paul doen, dan kun je je opgeven. Oh, ik ga nu al nadenken alvast. En misschien dat jij op zaterdagavond dan de persoon bent die à la Joop van den Ende of Reinhard Oerlemans of Talpa, is het de naam die presenteert een nieuw programma, een nieuw tv-formatje. Van Paul de Leeuw. En dat heet dan Dat Moet Paul Doen. En dat is dan een programma wat we doen. Oké. Okay. En dat kun je, als je zin hebt om te komen, kun je sowieso schrijven. Of kun je bellen vanaf 9 uur naar 0900-0123. Want vanaf zaterdag 22 oktober gaan we weer uitzenden. We hebben het publiek hard nodig. 0900-0123. En vanaf 9 uur zitten de telefonistes van de Varen klaar. We zijn nu al bezig natuurlijk om alles te sluiten. Maar wat krijg je dan als je nu belt? Gewoon even een beetje die, even kijken, als je nu belt. Ja, zullen we even kijken wat er gebeurt als we nu bellen? Ja, dan krijg je die seksline van de Varen. Ja. Nou, ik... 0900? Dan kan je ideeën lanceren dan. Ja, dus we hebben iemand die zei... De kosten voor dit gesprek zijn 10 eurocent per minuut. Oh, die publieke omroep, die graaiers. Oh, de Partij van de Arbeid. Die rode rakkers weer met die pizza. Mina. Wij onderhouden namelijk de poedels. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op www.vader.nl. Nee, vanaf 9 uur is het dan 0900-0123 kun je kaart krijgen. Ja, ja. Maar heb jij een idee? Wel, de laatste omdat die zei, je moet een datingprogramma maken met eten. Bijvoorbeeld, wat vind jij het lekkerste eten? Voorgerecht, hoofdgerecht of toetje? Edwin? Dank je. Ja, Evers vindt Chinees natuurlijk lekker. Ja, die lekker. Vindt Chinees. Ja, oké. Okay, nee, dat is onzin, maar goed, laten we dat maar even vaststellen. Als je wilt daten met eten, dan zegt, dan zeg ik mensen, als u iets, een lekker Chinees gerechtje hebt voor Edwin, en u wil denken, ik wil met hem daten, dan moet je dat gerechtje brengen op een avond. Ja, en dat gaat eerst, ik weet niet of je moeder nog leeft. Ja, gelukkig wel zeg. Soms kan het nee, oké, okay, het is altijd goed dat je dat even dan vraagt. Dan gaat in de eerste ronde komen bijvoorbeeld 12 gerechten op. Gaat eerst je moeder proeven. Die maakt dan 3 gerechten. Ja. Worden geselecteerd. Ja. Dan moet je proeven. Uiteindelijk de winnaar van het gerecht heb je nog niet gezien. Die komt dan op en komt een enorme dikke Chinese vrouw binnen. Ja. Van 85 kilo. En daar ga je mee daten dan. Oh. Dat is een ideetje. Ideetje, oh, daten met eten. Ja, ik snap er nu nog niks van. Maar goed. Nee, dat begreep ik. Maar dat komt ook door die koptelefoon. Nee, natuurlijk, ja.
Maar in ieder geval, heb je een idee? Ja. Wat dan ook. We gaan het uitwerken. Dan moet je mede naar... En dan moet ik even die bril opzetten. Dan moet je mede naar... Hallo, papa. Dat moet Paul doen. @vara.nl. Dat moet Paul doen. @vara.nl. Jullie kunnen allemaal mailtjes sturen. Dat ik moet oprotten op zout. Moet gaan fietsen. Of ballet. Dat heb ik ook gezien. Maar als je een leuk idee hebt. Een ludiek idee. Dan mag je het een beetje uitwerken. We helpen jullie ook. Dat moet Paul doen, @vara.nl. Dat wordt een klusje ook nog, Paul. Ja, maar het is hartstikke leuk. Dat kan heel leuk zijn. We hebben namelijk al één brief binnengekregen. Die was al zo geestig. En toen gingen we met de redactie. Ik wil niet vertellen. Maar dat is jammer. Een klein tipje ook. Maar we maken het uit, joh, de luister geen kip. Dat doe ik niet, dat vind ik niet leuk. Oh. Maar in ieder geval, het heeft met voetreflex te maken. Maar in ieder geval, dus gingen met de redactie zitten en dan ga je gelijk brainstormen. Dan wordt het echt een soort voeten-voeten-tijd. Voeten-voeten-tijd. Ja. En dan gaan we koken met teentjes knoflook. Oh mijn god. Oh mijn god. En zo is het programma wordt het, mensen. Misschien kun je nog wat kruidnagel gebruiken. Is het die gozer van die grap van John John? Ja, dat was diezelfde. Ja. Enig. Dat staat goed. En doe nog even een e-mailadres, Rob. Dan kunnen mensen nog even. Ja. Dat moet Paul doen. Noem me nou Rob. Nee, dat zei ik toch niet. Ja, je zegt Rob. Paul, zei ik. Nee. Oh, Paul. Nee, die zei, noem het mail nog een keer. Ja, mail nog een keer, zei ik, ja. Dat moet Paul doen, @vara.nl. En wil je publiek zijn vanaf 22 oktober, bijna elke zaterdagmiddag opnames 0900-0123. We gaan door tot eind januari, muziek. Oké. Okay. Radio 5.